Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van Aslan. Ik moest even nadenken, hoorden jullie dat? Van even nadenken wat de titel ook weer was. Vergeet simpelweg wat u even gezien heeft, reizigers. Vervolg uw reis en geniet van de omgeving. Maar als u eerst nog een foto van mij wilt nemen voor de vertrek, dan kan dat natuurlijk. Zoek een manier om de kapel in te komen. In en uit. Hey, en Mefrew. Die Mefrew heeft een puzzel. Ik kan niet geloven dat die gekke Romilda en Julien sprak voor de kapel. De stormdraak is nu vast en zeker geïrriteerd. Pardon mevrouw, zou u misschien zo vriendelijk willen zijn om ons wat details omtrent Romilda en Julien te verschaffen? Oh, lieve help, nee, ik kan over deze zaken niet praten met iemand van buiten het dorp. Nou, we vragen hen buiten de kapel met elkaar te spreken. Zagen hun buiten de kapel met elkaar spreken? Schaamteloos, hoe konden ze dat doen? Hun capriolen maakten het dorp altijd al ten schande. Ze waren verschrikkelijk. Vindt u dat echt? Natuurlijk vind ik dat echt. Iedereen vindt dat. Vindt u niet dat het verschrikkelijker is dat jullie nog altijd doorgaan met deze ziekmakende ceremonie? Je bent nu je neus in dorpszaken aan het steken. Wil je soms al onze gewoontes leren kennen? Ik verzeker u mevrouw, we willen slechts. Zeker van plan een groot artikel over ons te schrijven. Ik heb die journalistentypes vaker gezien. Altijd aan het rondneuzen. We neuzen helemaal niet rond. We willen alleen maar meer weten over de kapel, zodat Romilda kunnen redden. Zwijg daarover. Wij praten niet over dat soort dingen. Wie denk je wel niet dat je bent? Om zomaar ons leven te willen veranderen. Ik zou eisen dat jullie meteen vertrokken. Als ik geen hulp nodig had bij het oplossen van deze puzzel. Nou, laten we dat maar doen dan. Vertroetelde dieren. Je wilt je huisdieren een hapje geven, maar ze vinden allemaal iets anders lekker. En je weet niet precies meer wat. Je weet zeker dat A. ijs of chocolade lekker vindt en B. van fly of ijs houdt. Oké. Je weet ook zeker dat C. of van fly of van chocolade houdt en of A. of D. ijsliefhebber is. Helaas heb je geen idee welk huisdier van de taartjes houdt. Oké. Gebruik de informatie die je nog herinnert. Die je nog herinnert om elk dier zijn favoriete hapje te geven. Oké. A houdt van ijs of chocolade. Laten we even voor het makkelijke voor ijs gaan. B houdt van fly of van ijs. Nou, aangezien we ijs hebben gedaan, kunnen we fly daar neerzetten. Je weet ook dat C van fly of van chocolade houdt. Nou, dan gaan we voor chocolade. Even kijken. En A of D ijsliefhebbers, dat hebben we al gedaan. Je weet niet welke van de taartjes houdt. Dan zou dit een goede antwoord moeten zijn. Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Dit was echt heel simpel. Kom maar op met de volgende. Vanaf nu staat puzzel. Ah, dat weten we. Ik had al zo'n voorgevoel dat jullie me konden helpen. Journalisten horen goed te zijn in het uitvinden van wat mensen willen. U wilt ons vast niet geloven, maar we zijn echt geen journalisten. Mevrouw, alsjeblieft, we willen slechts leren begrijpen wat zich vandaag in het dorp heeft afgespeeld. Goed, goed. U kijkt eerlijk uit uw ogen. Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. Romilda en Julien waren verloofd en zouden gaan trouwen, ziet u? Ze waren al jaren een koppel. Oh, nee. Ze waren een schattig stel. Ze zouden vast heel gelukkig zijn geweest samen. Zo zonder deze huwelijksceremonie. Dit dorp heeft in angst voor de stormdraak... Of leeft in in angst voor de stormdraak, ziet u? Daarom offeren wij onze bruiden. Ik weet het idee alleen is al vreselijk. Waar is Julien nu?
Die zal nu wel in zijn windmolen zitten. Maar wees gewaarschuwd, de arme jongen is vast ontroostbaar. 1000 maal dank voor uw hulp, mevrouw. Beatrix, nu kunt u beter verder gaan. Men wordt vast achterdochtig als ik te lang met u praat. Laten we maar naar Julien's windmolen gaan. We moeten hoognodig met hem praten. Hey, een doggo. We kunnen niks met de doggo, helaas. We kunnen wel een hintmuntje vinden in de schoorsteen. En een of ander dingetje. En nog in een tulp. Nou, oké, Julien. Hallo daar, Julien, neem ik aan. U was ook buiten bij de kapel, toch? Ik vrees dat mij de tijd ontbreekt voor zomaar een praatje. Waarom dat? Wat bent u aan het doen? Als u echt wil weten, ik lik mijn monden. Romilda, afscheid maakt bitter verdriet. Niet te geloven, Romilda's leven is in gevaar en je kunt alleen maar te zitten sippen. Hoorde u niet de woorden van die haar lippen tuimelde? Zij trouwde gaarne met de toornige stormdraak. In de diepe duisternis wermt zij mij. Oké, geen teken duidelijker voor haar te tonen dat zij voor mij... Hé, waarom praten die mensen niet normaal? Dat gelooft u toch niet, of wel? Wee mee. Nou, dat bedoel ik. Die arme Julien heeft werkelijk iets heel ergs meegemaakt, Emmy. Ik geloof niet dat hij op het moment voor enige reden vatbaar is. Maar, professor, onze verontschuldigingen, Julien. Romilda, mooie, lieve Romilda. Zeg eens, Julien, waarom komt u niet met ons mee om haar te redden? Als we meteen gaan, zijn we misschien nog niet te laat. Maar met argusogen houden zij de kapel in de gaten. En de priester laat ons zeker niet binnen. Het is hopeloos. Ik smeek u, vreemdelingen. U laat mij beter maar met rust. Waarom praat die mensen niet normaal? Julien heeft wat meer tijd nodig om tot zichzelf te komen, lijkt het. In dat geval zullen we zelf een weg naar de kapel moeten vinden. Alsof je mijn gedachten leest. Hey, een hintmeertje, nice. Hey, daar hebben we weer die dorpsmeneer. Ja, u bent zeker. U bent nog steeds hier, zie ik. Een jonge dame. Weet u, als u zo van dit dorp houdt, kunt u er altijd trouwen. Om eerlijk te zijn, vindt u ik uw dorp walgelijk. Blijkbaar klopt het wat ze zeggen over meisjes uit de grote stad. Ze zijn brutaal, verwend en leeghoofdig. De mensen hier groeien groot en sterk op, ja. En niet alleen door de wind, ook door de geocologische invloeden. Ja. Wacht even, geocologische invloeden. Bedoelt u te zeggen dat de wervelwinden niet de enige natuurrampen zijn waar u hiermee worstelt? Dat is behoorlijk slim, Hoge Hoed. Ja, dit land zit vol gaten. Er zijn talloze ongelukken gebeurd in het verleden. Vooral aan de voet van de heuvel waar de kapel op staat is het erg. Oké. Je moet gat na gat opvullen als je daar een huis wil bouwen. De heuvel waar de kapel op staat? Ja, er zit van boven tot beneden vol gaten en tunnels. Huizen bouwen is een nachtmerrie hier. Daarom staat alles hier zo schots en scheef. Door elkaar. Schots en scheef door elkaar. Oeps. En daarom kunnen jullie stedelingen het hier niet aan. Is dat zo? Zeer bedankt voor alle informatie, meneer. Uw woorden zijn erg verlichtend geweest. Ja, altijd tot uw dienst. En niet om op te scheppen, maar niemand weet meer over het dorp dan ik. Het was best interessant, nietwaar, professor? Wie had gedacht dat de kapel wordt omgeven door tunnels? Het is inderdaad een verrassende onthulling. En het is vast en zeker geen toeval dat de kapel op een dergelijke plaats gebouwd is. Het lijkt me erg waarschijnlijk dat een van die tunnels ons direct in de kapel zal leiden. Wauw, echt?
Maar ik zie helemaal geen gaten of tunnels, professor. Waarom nemen we geen kijkje aan de andere kant van de heuvel, bij het bos? Misschien zitten de tunnels aan die kant. Een prima idee, Emmy. Mijn enige zorg is dat we misschien verdwalen tussen de bomen als we daar zonder gids heen gaan. Ik weet dat Julien het bos op zijn duimpje kent, maar hij is vast nog veel te verdrietig om ons te helpen. Dat zou best kunnen, Luke. Laten we ons onderzoek voortzetten. Wellicht vinden we iets dat hem kan overreden ons te helpen. Ja, ja. Jullie moeten nu niet ook moeilijk gaan praten. Nou, priester. U ziet er treurig uit, priester. Het is mijn roeping te dienen, maar als mijn werk gedaan is, ben ik ook maar een mens. Ik ween als ieder ander. U hoeft van ons geen medelijden te verwachten. Het is alsnog niet gemakkelijk om een man door schuldgevoel verscheurd te zien worden. Machtige stormdraak, sta me bij. Deze vreemdelingen zijn blijkbaar gekomen om mijn ziel te folteren. U bent hier de folteraar. Al die zogenaamde bruiden zomaar opsluiten. Ik heb niemand opgesloten. Elk van de bruiden van de stormdraak ging vrijwillig in de kapel binnen. Met vreugde in haar hart. Vreugde? Ik moet toegeven dat ik dat lastig te geloven vind. Dit is belachelijk. Het is onmogelijk aan al die vrouwen, dat al die vrouwen vrijwillig naar binnen zijn gegaan. Neem nu Romilda. Je zag hoe ze de kapel binnenging. En ze zag er niet bepaald vrolijk uit. Verre van zelfs. Maar was ze bang? Ik verzeker u van niet. Ze ging uit vrije wil. Haar zelfopoffering wordt door iedereen bewonderd. Ik begrijp uw standpunt, geloof me. Soms zou ik zelf een eind willen maken aan deze traditie. Hij lijkt tamelijk verdeeld over deze situatie, op zijn eigen aparte manier. Verdeeld of niet, door zijn overtuigingen is hij een gevaarlijk man. We moeten hem stoppen voor hij meer kwaad doet. Ze wist ongetwijfeld dat ze zou sterven. Ze moest zo bang zijn geweest. En toch hield ze alle emoties verborgen. Verschrikkelijk. Ik vraag me af. Wat als ik als de bruiden werkelijk niet bang zijn om de kapel binnen te gaan? Wat bedoelt de professor? Ik denk dat ik begrijp waar u op doelt. Wellicht zijn we al die tijd uitgegaan van de verkeerde aannames. Inderdaad, ofschoon we het op het moment nog niet zeker kunnen weten. Ik heb een griezelig gevoel dat we bekeken worden. Wees maar niet bang, Aurora. Je hebt niets om je zorgen over te maken zolang ik in de buurt ben. We wekken alleen maar meer achterdocht als we zo impulsief doen. Eerst zoeken we meer informatie en dan gaan we naar Julien. Ik ben altijd klaar om op de fotografiek gezet te worden. Doe het nu voor je geen fotocamera rolletje meer over hebt. Romilda is in wind veranderd, dus van haar kun je geen fotografieken meer maken. Dus dan is het nu mijn beurt, hm? En mensen veranderen zomaar in wind als ze in een kapel worden opgesloten. Geloof je het soms niet? Nou, het is echt waar. De bruid verandert in wind, dat weet toch iedereen? Ik heb zelfs bewijs voor. Want als de ceremonie voorbij is en iedereen alweer vergeten is, opent de priester de deur. En het enige wat dan nog over is van de bruid, is haar bruidsjurk. Ik zag het met mijn eigen ogen. Haar bruidsjurk? Precies, mevrouw. Niet alleen de jurk, ook de schoenen, de sluier, dat allemaal. Ligt gewoon op een hoopje op de grond. En dat betekent dat de bruiden in wind veranderen. Er is geen andere verklaring. Dus de bruiden verdwijnen helemaal, met huid en haar? Ik durf niet te denken aan wat zich in die kapel afspeelt. Doe niet zo raar, Luke. We moeten uitvinden wat er met die vrouwen gebeurt. Lieve help, ik begrijp het niet. Het dorp, de tradities. Ik kan maar niet bevatten wat er hier aan de hand is. Ik weet wat je bedoelt. Alles wat we tot nu toe gehoord hebben is erg zorgwekkend. Inderdaad, er is hier ondertussen al heel veel aantal verontrustende gebeurtenissen voorgevallen. Het zou echter kunnen dat er een verklaring voor te vinden is die op het eerste gezicht niet zo voor de hand ligt.
Oh, wat voor verklaring dan, professor? Ik kan slechts zeggen dat we ons niet in wanhoop moeten verliezen voor we met de schone dame gesproken hebben. Schone dame? Professor, bedoelt u? Ah, daar zijn jullie. Beatrix! Sst, zachtjes praten, goed? Ik dacht dat u wel wilde weten dat ik haar net gezien heb, die koppige kleine ezel. Haar? Bedoelt u Romilda? Echt hoor, iets stiller graag. Natuurlijk bedoel ik Romilda. Over wie zou ik het anders hebben? De bruiden ontsnappen uit de kapel naar de huwelijksceremonie, nietwaar mevrouw? Wat? Hoe weet u dat? Nou, zodra ik hoorde dat over achtergelaten kleding, begon ik te twijfelen. Ik vroeg me af of het mogelijk was dat er iemand op de bruiden wachtte met andere kleren, zodat ze konden ontsnappen. Oh, dat bent u of niet, Beatrix? U helpt ze ontsnappen. Vrouwen hebben dat hier al generaties lang gedaan. De perfecte manier om het dorp te verlaten. De mannen weten van niks. Dus Romilda is ook ontsnapt. Sst, zachtjes praten, zei ik toch. Eigenlijk heb ik wat problemen met haar op dit moment. Ze is koppig, ziet u. Koppig en dom. Ze gelooft echt dat ze de toren van de stormdraak bezweert in, daar in de kapel. Wat? Dat meent u niet. Je zou zeggen dat ze wel van gedachten zou veranderen als ze mij daar zag. Maar niets is minder waar. Ik weet werkelijk niet wat haar bezielt. Geen van de meisjes heeft ooit zo'n ophef gemaakt. Beatrix, wilt u ons alsjeblieft vertellen hoe u de kapel in bent gekomen? Lieve help, dat kan ik niet doen. Als ze al niet naar mij luistert, dan zeker niet naar een stel vreemde snuiters. In dat geval hebben we assistentie van Julien nodig. Julien, waarom van hem? Hij houdt met heel haar hart van Romilda. Als iemand is naar wie ze zal luisteren, is hij het. U zult wel gelijk hebben. Hoewel het raar blijft om een man te vertellen hoe hij de tunnel komt die de kapel inleidt. Maar ik moet doen wat juist is. Luister nu goed, want het is belangrijk dat jullie deze stappen precies uitvoeren. Pluk 2 paddenstoelen, dan een aardbei en herhaal dat totdat je bij de overkant bent. En loop niet 2 maal over hetzelfde pad. Elk meisje in het dorp kent deze stappen uit haar hoofd. Volg ze nauwkeurig, anders kom je nooit bij de ingang van de tunnel. Bedankt, Beatrix. Ik moet er vandoor. Jullie zouden hier ook niet lang meer moeten blijven rondhangen. Dan beginnen mensen te kletsen. Laten we nu maar naar Julien gaan. Hopelijk kunnen we hem overhalen om ons te helpen. Julien, je moet ons Romilda helpen redden. Kom op. Bent u hier wederom? Maakte ik niet duidelijk dat alle pogingen tot mislukken gedoemd zijn? We hebben nieuwe informatie. Een tunnel zal ons naar de kapel leiden. De ingang is aan de andere kant van het bos. Dit is je kans, Julien. Je kunt je geliefde Romilda redden. Schone Romilda. Ja, geliefde Romilda. Redden zal ik u. Niet zo hard. Je wilt niet dat het hele dorp te horen krijgt wat we van plan zijn, toch? Nee, schone dame, dat is niet wat ik wil. Laat ons hier binnen. Ja, ik word echt moe van die gast hoe hij praat hoor. Nou, die is duidelijk weer uit zijn dal gekomen. Inderdaad, ja. Dat het maar lang zo mag blijven. Toe, de immer voortschrijdende tijd doet niets dan vervliegen. Oh, dat is hij weer. Ik dacht al, waarom is het zo'n kut stukje? Goed dan, laten we naar binnen gaan. Let's go naar binnen. Oké. Het lijkt me best vermoeiend om hierin te wonen. Oeh, een puzzel. Oh, dus Julien heeft die puzzel verstopt, hm? Blijkbaar. De rommelbrug. Oeh, spannend.
De brug om over, over deze rivier is verwoest door een storm. De inwoners kunnen geen kant op. Kun jij ze helpen door een tijdelijke brug te bouwen uit puin en wrakstukken? Sleep en draai de stukken puin om zo snel mogelijk in een geïmproviseerde brug te bouwen. Let er wel op dat de rivier op sommige plaatsen geblokkeerd wordt door delen van je oude brug. Op deze plaatsen kun je geen puin dumpen. Oké, got it. Zo. Dat gaat niet. Deze kant hier. Even opnieuw. Deze is lastig. Dit kan niet. Ja, kijk, daar komt hij al. Hoppatee, easy peasy, lemon squeezy. Deze is niet makkelijk. Een kind kan de was doen. De kind kan de wasing doen. Nou, die puzzel is opgelost. Hopelijk wilde Julien hem niet bewaren voor als hij zich verveelde. Een brood. Oeh, een muntje. En Julien. Goed om je weer opgewekt te zien, Julien. Ik ben opgewekt, maar de angst klampt zich nog immer stevig vast. Oh, ik ga hem niet meer voorlezen hoor. Natuurlijk, hoewel we op weg door dit bos op onze hoede moeten blijven, de grond onder onze voeten kan elk moment. Wees niet bezorgd. Oké. Hij is niet. We moeten niet bezorgd zijn, zegt hij. Dan doen we dat niet. Wacht nog even, Julien. We hebben nog niet uitgelegd hoe we moeten lopen. Hoe kon ik dat vergeten? Misschien kunt u kunt u licht schijnen over de duisternis van mijn onwetendheid. Wauw. Wat een vermoeiende gast. Die gaan we gewoon even skippen, want deze gast is te vermoeiend om te bestaan. Geef me een signaal zodra u gereed bent en we vangen terstond onze zoektocht naar de liefelijke Romilda aan. Yo, laat het gaan, boy. Oeh, een puzzel. Uw voorbereidingen zijn afgerond. Goed nieuws. Schone Romilda, we zijn onderweg. Julien, ik moet u iets vertellen. Spreek gezwind, waarde heer. Wat heeft u op uw hart? We staan aan het begin van een lange en moeilijke reis. Als we onderweg iets gebeurt, moet u bereid zijn om Romilda desnoods in uw eentje te redden. Aarzel niet, Julien. Als mensen eenmaal verdwenen zijn, komen ze nooit meer terug. Hoe graag je dat zou willen. Vrees niet, waarde heer. Voor mijn lieve Romilda zal geen weg te lang zijn en geen berg te hoog. Maar ziet, het geboomde daar... nou, dat gaan we, wat ik al zei, niet lezen. Nu bij nadering zijn kunnen we iets beter zorgen dat Julien bij ons blijft. Inderdaad. Mee eens, die arme man raakt waarschijnlijk klem in een gat of zo. Dat denk ik ook, ja. Want zo'n case is het wel. U kunt niet zeggen dat hij niet enthousiast is. Kijk, puzzel 77. Paddenstoelen en fruit. Hier eindigen we onze aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van Azran. Adios, amigos!